Elf tribute bands krijgen de unieke kans om te laten zien dat zij zo dicht mogelijk in de buurt komen van het origineel. En dat doen zij voor heel Nederland, maar vooral voor de jury. César Zuiderwijk is een iconische drummer van de Golden Earring met een carrière van 60 jaar. Hij hing al boven mijn bed. Het leuke is dat Angela heel erg goed is in luisteren naar zang. Spike weet natuurlijk alles van de gitaristen en ik hou me bezig met de drums en het bandgevoel. Ik vind het prachtig dat als je kijkt naar de bands die meedoen aan dit programma, dat ze from zero to hero kunnen. Dat je als vrachtwagenchauffeur meedoet met je vrienden en dat je in de Ziggo kan eindigen. Mooi hè? Het is wel het liedje wat in mij opkomt als ik de slijterij binnenloop. Ja. Energie van jullie is echt geweldig en je wordt heel sexy als je zingt. Ik heb begrepen dat jullie thuis een soort van drumband zijn. Ik klopt, inderdaad. Mijn vader en mijn zoon, Jamie. Kun jij dat spelen? Nee, jij niet, die kleine. En de vier bands die het dichtst in de buurt komen van het origineel staan op 7 mei met een uniek optreden in de...